Alles goed, Henk? Of niet? Alles goed? Zit niet lekker. Uiteindelijk heel het verhaal. Maar als we vallen. Ja, hoe gaan we weer over? Ja? Beetje zeker? Ja, kom maar goed. Ja. Ja. Welke dat precies moet worden. Dat had ik het doorgezet. Hey, Henk. Zeg het eens. Het gaat niet echt lekker. Wat deed hij? Goedenavond. Kom. Henk? Hallo Henk? Henk, doe je ook eens open, Henk? Hallo? Ik ga even bellen. Ja, wil je? Bellen voor één. Ja, voor één in twee bellen, jongen. Even. Haal even de AED op. Ik heb de AED al. Prima. Waar is die AED? Komt eraan. Ik ga in de weg. Nee, ik heb gebeld, ze komen eraan. Oké. Prima. Was die AED? Kom eraan. Ik ga ook in de weg. Wanneer de borststond bloot is, verwijder het deksel en neem de witte zelfklevende elektroden. Henk! Mevrouw, wilt u eens even meehelpen? Ja, dan nog wel eens een hoes. Dat vraag je normaal op de wedstrijd. Ja, alleen dit was een extra. Moet ik hem bellen? Want altijd is dat echt bellen. Een bewusteloos slachtoffer. Ja, hallo. Ja. Nou, dat ben je best zwaar, hoor. We hebben hier een bewusteloos slachtoffer in de Alburg. Ja, dus, vraag een ambulance als het mogelijk is. Dat is het moeilijkste van de Alburg. Ja. Het inschatten van. Ja, bedankt. Wat is er aan de hand? Hij komt eraan. Henk, word eens wakker. Ja, Henk, kom eens. Komt hij bij? Nou, hij begint bij te komen. Dat is mooi. Dan hebben we deze niet meer nodig. Nee. Ja, gaat het? Goedenavond. Goedenavond. EHBO Wijk en Aalburg. Correct. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk? Want ja, we horen zoveel EHBO, maar ik weet dat er een paar in de buurt zitten. Maar ik vind het wel interessant om te weten hoeveel jaar daar Wijk en Aalburg eigenlijk bestaat. Nou, vanaf 1951, zover ik weet. Zo, dat is helemaal in de vorige eeuw, man. Dat ja. Is een eind weg, hè? Ja, 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 ja. En hoeveel leden hebben jullie? Nou, we zitten rond de 60 leden op het moment, dus. Nieuwe aanwas? Ja, net nieuwe cursus begonnen, dus het gaat weer goed. Oké. AED-cursussen? Ja, zit tegenwoordig bij het diploma in, dus. Oh, dat zit er verplicht bij. Nieuwe cursus ook. Oh ja, dat is eigenlijk een heel goede streven, hè? En bij je voldoende. Ja, ik ga even naar jouw buurman, blijf lekker staan. Je naam, mijn even vergeten. Engel. Engel. Engel, wat een naam, hè? Heerlijk. Ja, jullie staan nog wel eens een keer op braderieën en op happenings. Jullie zijn nog wel eens een keer vertegenwoordigd. Ja, dat klopt. Als er een evenement of iets dergelijks is, dan wordt er ook meestal wordt er wel eens een vergunning aangevraagd. En dan staat er een van de punten van de vergunning is dat er EHBO aanwezig moet zijn. En dan worden wij als in ons dorp vaak gevraagd om op het evenement aanwezig te zijn. Ja, en moeten jullie wel eens inspringen of is dat nog niet zoveel voorgekomen? Het is heel wisselend. Ja. We hebben ook de co-op dagen hier, dat zijn met de voetballende jeugd. Ja, er zijn dus heel veel kneuzinkjes. Op een jaarmarkt kan het ook heel druk zijn.
Want ik kan toch heel rustig zijn. Het is afhankelijk van het evenement en van, ja, van het risico van het evenement. Ja, en in een grote menigte kunnen mensen benauwd krijgen. Op een timmerdorp kunnen de kindjes op de vingers slaan, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan is het koelen of een pleister plakken. Of soms wel eens een snoepje en een met een lief leuk woordje. En dan zijn de kinderen ook heel vaak gerustgesteld. Kusje werkt dikwijls goed, hè? Precies, hè? Ja, 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 ja. En ga ik even naar deze kant. Jouw naam ben ik ook weer vergeten, maar... Petra. Petra. Petra, jullie hebben in het voorjaar meegedaan met de wedstrijd, de regionale wedstrijd in Veen. En ik begreep dat jullie daar ook redelijk goed uit de bus kwamen. Ja, daar zijn we tweede geworden. Naar dat we eigenlijk gewoon een beetje losbollig van, we gaan een keer meedoen. Leuk, gezellig. Nou, toen werden we tweede en zo zijn we doorgestroomd naar de landelijke, de nationale vaardigheidsproeven in Odijk. Zo, dus toch niet mis. En waren er meer ploegen uit de regio aanwezig? Ja, de groep van Veen, die was eerste geworden bij de districtwedstrijden, die was ook aanwezig in Odijk. En die was in Odijk zevende geworden en wij zijn daar zesde geworden. Zo, dus toch niet mis, hè? Nee, dat was een mooie prestatie. Ja. Wat voor soort wedstrijden, of examenwedstrijden, ik weet niet helemaal hoe dat ik het moet noemen, moesten jullie doen in Odijk? Er waren op dat moment 14 boksen. 13 ploegen deden mee. De 14 boksen bestonden uit 1 theoriebox en 13 boksen met diverse locaties, situaties van een kindje dat uit een klimtouw was gevallen. Een moeder met een kindje wat uiteindelijk mazelen bleek te hebben omdat ze niet de vaccinaties gehad hebben. Een box waarin een feestje aan de gang was waarbij dus... het feestje aardig uit de klauwen liep en alcohol een grote invloed had op de situatie. Ja, kindjes met mazelen, jullie zijn eigenlijk halve dokters. nou, dat valt ook wel weer mee. Maar goed, het is dus zaak om zoveel mogelijk uit te vragen naar de situatie. Om te kijken, kun je er als EHBO'er iets mee? Of moet je iemand toch gaan doorverwijzen naar professionele hulp? Ja, goed. Al met al zijn jullie toch in ieder geval zesdes geworden op het landelijk examen is het eigenlijk. Zijn er nog plannen in het vooruitschiet? Moeten jullie nog ergens anders naartoe om puntjes te verzamelen? Nee, voorlopig nog niet. Nee, wordt nog even op laagpitje nu. Ja, goed. We hebben ook al even bij de nieuwe aanwas gekeken. Misschien dat jullie daar wat aandacht aan kunnen besteden. Net samen uit, samen thuis, zeggen ze altijd bij ons. Ja, inderdaad. Ja, het is altijd even kijken of dat wat rook blijft hangen in de rest van de EHBO natuurlijk. Oké, we gaan jullie in ieder geval volgend jaar in de gaten houden. En wie weet worden jullie nog een keer eerste of zo. Dat is helemaal niet onmogelijk natuurlijk. Onmogelijk nooit, maar of dat zover komt, dat is punt 2. Altijd vraagtekens en altijd positief blijven. Hè? Nou, in ieder geval, we wensen jullie in ieder geval veel succes in de toekomst. En wie weet komen jullie, we gaan jullie in ieder geval jullie volgend jaar weer een keer bezoeken. En wie weet dat we dan weer een feestje te vieren hebben. Wie weet. Oké, dankjewel. Graag gedaan.